Nou, het schijnt dus dat je door creatief bezig te zijn, dat je dan meer rust en voldoening krijgt. En dat is iets wat we, nou ja, eigenlijk allemaal wel nodig hebben. Ik ga nu praten met Willy en zij gaat me meer vertellen over creatieve activiteiten. Hop, de deur. Gevonden, oké. Waarom is creativiteit nou zo belangrijk? Nou, creativiteit is van groot belang in een mensenleven. Omdat als je je creativiteit ontdekt en inzet, dat levert vrijheid op. Je gaat anders kijken. Je gaat beter kijken. En dat doe je niet alleen als je creatief bent, maar dat neem je ook mee in het dagelijks leven. Dus het heeft een positieve invloed op het dagelijks leven. Ja, en je kunt je creativiteit op verschillende manieren uiten. Hè? Bijvoorbeeld door het tekenen, maar ook het schilderen. Maar moet je daar dan geen talent voor hebben? Iedereen kan tekenen of schilderen. Dat is wat we hier doen, een groot deel van de tijd. We leren mensen vaardigheden aan om te gaan tekenen en schilderen. En ja, voor een aantal mensen gaat er gewoon een nieuwe wereld open. Dus je hoeft geen talent te hebben. Een zekere aanleg is makkelijk, maar ja, het is een kwestie van oefenen. Doen, zoals met alles. Ja, het ziet er ook allemaal leuk uit. Zullen we even rondkijken? Ja, prima. Willy en Merel zijn beide professioneel kunstenaar en tevens werkzaam bij Royal Talents. Hier worden kunstschilder, teken- en schrijfmaterialen ontwikkeld en geproduceerd. In 2015 is het Experience Center geopend. Hier worden verschillende teken- en schilderworkshops gegeven, maar ook trainingen, cursussen en rondleidingen. Merel, jullie zijn hartstikke druk bezig. Wat is het eigenlijk voor een workshop? We zijn een Karel Appel aan het naschilderen uit de Cobra-beweging. Dat is een kunststijl. En we schilderen met Cobra-verf, watervermengbare olieverf. En wat is momenteel dan populair in teken- en schilderkunst? Populair. Natuurlijk, we zijn steeds het milieu belangrijker gaan vinden. En dan is Cobra een mooie uitkomst, want je hebt geen terpentine nodig om je penselen uit te wassen of om je verf te vermengen. Er is alleen maar water voor nodig. En zijn de materialen waarmee je werkt nou echt van belang? Ik zeg altijd, goed gereedschap is halve werk. Dus als je inderdaad gewoon goede spullen hebt, dan ben je al halverwege eigenlijk. Ja, nu heb ik mijn schilderskills nog niet echt ontdekt. Lijkt me wel leuk om te proberen. Nou, dat kan hier. Natuurlijk. Dus kom maar mee. Kijken of het iets is. Ja, we gaan nu echt beginnen met schilderen. Wil jij nou weten wat het eindresultaat geworden is? Kijk dan op de Facebookpagina en met een beetje mazzel hangt hij misschien wel bij jou in huis. Of jij mag hem kopen.